De eerste competitiewedstrijd in eigen huis leverde opmerkelijke taferelen op. Alleen sfeer op de parkeerplaats en niet in het stadion. Dit naar aanleiding van de straf die NAC kreeg voor het afsteken van fakkels bij de bekerwedstrijd tegen Groningen. We horen binnen te zijn, dus ja. Maar ja, dit is net zo gezellig hoor. Ik neem hier een seizoenkaart op. Elke week. En ik ben er weer bij. Dus ja, dat is gewoon veel gezelliger. De straf die de KNVB in Zeist oplegde aan NAC viel niet bij iedereen in goede aarde. Ik waarschuw ze eigenlijk iets op hoor. Als dit nog een keer gebeurt, dan komt er oorlog. Daar kunnen ze op rekenen. Is zo erg? Dat tuig in Zeist, dat is een keer aangestraakt worden. Het lawaai van de fans op de parkeerplaats was in het stadion niet echt duidelijk te horen. Ze hebben hun best gedaan, denk ik hoor, maar het was gewoon kloot. Volgende keer de regels maar even hanteren. En, ondanks dat het allemaal heel mooi was met Groningen, moeten we dat dan maar niet meer doen. Want hier maak je niemand blij mee. En hier worden alleen met name de spelers voor gestraft. Ja, dat is niet leuk dit. Ik denk ook dat dit gewoon ons 2 punten heeft gekost. Als we met een uitzinnig publiek spelen, dan kan je toch nog altijd wat extra's brengen. En dat is vandaag niet gelukt. Dus ik ben hier ook absoluut niet blij mee. Want dit heeft niks met voetbal, betaald voetbal te maken. Zo hoort dat niet gespeeld te worden.